Valt het jou ook op dat online mensen niet echt ouder lijken te worden? En dat ons idee van hoe een 30-jarige eruit hoort te zien steeds meer vertroebeld raakt? Met apps op je telefoon en filters op je camera hoef je er ook niet meer oud uit te zien. Maar wat doet dat met ons zelfbeeld? Vandaag gaan we het erover hebben. Hoe oud ben je? 31. Wil je jezelf uitzien als 31? Eigenlijk wel, ja. Ook als je online kijkt? Ja, ik denk dat ik wel, uh, uh, wel een beetje beïnvloed word. Ja? Ja. Waar ja. merk je dat dan? Uh, soms heb ik het idee um, dat als ik online zie dat uh, 30 jarigen alleen maar een strakkere huid beginnen te krijgen, dat ik een beetje achter ga lopen. Ik denk van oh, zoals ben ik te laat. Ja? En dan heb ik toch spijt dat ik niks eraan heb gedaan. Maar hoe bedoel je niks eraan hebben gedaan? Nou ja, er wordt toch eigenlijk ons veel wijs gemaakt dat we daar jonger uit kunnen zien. Door? Door middel van fillers. Oké. Okay. Botox. Ja, ik was even, was even aan het nadenken of je dan bedoelt uh, de filters op je telefoon of dat je ook kind echt inderdaad er iets aan zou willen laten doen. Ja, maar dan moet ik mezelf wel echt uh, even een hal toe roepen en bedenken dat het online is ja. en dat we ouder mogen worden. Ja. Natuurlijk is dat niet een, een heel prettig iets. Ouder worden? Dat kunnen we wel toegeven, toch dat niemand echt zit te wachten op verandering. Nou, nee, dus, nee dat heb ik niet echt. Nee. nee? Nee, ik vind het eigenlijk wel leuk. Al, moet, al dat gezegd hebbende heb je me ook de laatste tijd vaker gehoord over dat mijn haar te worden. Het ja, hoort heb, ook bij ouder worden. We ja. hebben het al een keer in de podcast over gehad. En daar ben ik wel. Ja, dus, dus ik kan me ergens wel vinden in het sentiment dat het wel lastig is. Maar ik vind het ook ergens wel leuk. Ik hou wel van lijnen bij mensen. En, en van, van ja. dat, dat men wat ouder wordt. Ja, meer. ik ben er ook niet op tegen. Maar ik denk wel dat het beeld wat we daarvan hebben wel steeds meer vertroebeld raakt. Omdat ja, men sowieso. echt filters op hun hoofd gooien. En nou, niet normaal veel ook. Absoluut, want ik zie soms wel eens uh, uh, iemand die zegt van... dit is hoe een gezicht van iemand van dertig eruit ziet zonder filters. Ja. En die comments zijn dan niet veel soeps. En dan denk ik, ja, mijn gezicht ziet er ook zo uit. Maar hoe bedoel je, er zijn niet veel supermensen. Nou, er zijn die comments van, ja, je hoeft er echt niet zo uit te zien op die leeftijd. Okay. Nou, je had wel wat eerder mogen beginnen met kremetjes smeren, want dit hoeft niet. En uh, hoe heb jij geleefd? Al dat soort dingen. Yeah? Dat mensen vergeten zijn dat een 30-jarige al 30 jaar op de aardbodem rondloopt. Ja, precies. En dat je huid op een gegeven moment gewoon wat... Uh... Het gaat gewoon gebeuren. Ja. En het enige wat je kan doen, is het uitstellen daarvan. Maar het is nou eenmaal, het hoort bij het leven. Klopt. We hebben het natuurlijk in de podcast een keer over gehad, over chirurgie En uh, dat soort... Uh... Ja, dingen leuke net zoals zaken. dat soort leuke zijn, nee, maar ook over dat, mijn, dat ik het last vind met mijn haar en dat soort mm -hmm. dingen. Hoe ouder ik word, hoe meer ik wel begin te begrijpen dat men dat doet. Zeker in een wereld waarin we nu leven, waarin men steeds meer online is, steeds meer foto's ook van zichzelf deelt. Dat ook steeds normaler wordt voor, mm -hmm. voor iemand die geen content uh, online maakt, ook om dingen online te delen. Ja. Dat het steeds meer normaler lijkt te worden. En, en je dus je hoofd elke dag ziet. Kijk, ik doe al tien jaar, hè, al meer dan tien jaar, zie ik mijn hoofd elke dag. Ik kijk eigenlijk altijd naar mezelf alsof ik naar iemand anders zit te kijken. Mm -hmm. Maar als ik terugkijk naar tien jaar geleden bijvoorbeeld, dan denk ik, ja, inderdaad. Ik, heb, ik, ik zie er daar nou ja, goed. Ik zie er daar echt anders uit. Anders, ja, dat heeft niet alleen zin. beter, met... vind je? Nee, dat klopt. Maar wel, als ik dan soms kijk naar mijn haar bijvoorbeeld. Dus mm -hmm. dat is toch ook een, een uiterlijk ja. uh, ding. Uh, vind ik dat toch lastig om te zien? Ja, ik denk dat de uiterlijk gewoon heel belangrijk is. Omdat je er elke dag mee te maken hebt. Ja. En wij mensen houden sowieso niet van veranderingen. Nee. Dus uh, dit is een verandering die je hoe dan ook gaat uh, doorzetten. Ja. Dit, dit, dit is hoe dan ook. Ja. Maar elke keer is het weer als, die, als je iets ziet wat anders aan het worden is. Je hebt er geen controle over. Dus dat, ik snap wel dat mensen daar een beetje angstig van worden. Mm -hmm. En dan toch op een bepaalde manier controle proberen te houden erover. Door middel van allerlei uh, filtertjes of uh, ja. ingrepen. Ja, dat begrijp ik eigenlijk ook wel. Het is denk ik ook moeilijk om. Uh, dat niet te hebben in deze wereld... gezien we met onze telefoon nu zo makkelijk foto's kunnen maken... gelijk kunnen terugkijken en ook honderdduizend foto's kunnen maken van onszelf... en dan de perfecte uitzoeken. Mm -hmm. klein beetje waarom ik het hierover wilde hebben... was omdat we gisteren gingen fotograferen voor de trui die je aan hebt. Ja. En jij heel erg ingezoomd naar jezelf aan het kijken was. En ik dacht van, ik zie, ja, ik zie het niet. Maar ik snap wel wat je zegt als je dat van jezelf zo ziet. Dat begrijp ik dan wel. Nou, kijk, ik ben echt wel minder kritisch geworden op mezelf... Ja, was je vroeger kritisch? Vroeger ja? was ik zo kritisch. Dan maakte ik 100 foto's en daar waren er misschien hooguit twee waren. Oké. Okay. En laat. nog die gingen door Photoshop heen. Ja, je zei laatst. Ja, ik, ik vind het wel jammer dat ik geen foto's heb van mezelf. Ik heb ik gewoon ik echt geen aanzien. echte foto's van mezelf, want ik maakte altijd mijn neus recht. En uh, ik haalde altijd mijn wallen weg. En nou ja, pukkels en zo vind ik op zich nog wel... Mag elk altijd nog. Ja, dat deed ik vroeger ook. Dat vind je niet zo Ja, maar ik, als ik nu terugkijk naar mijn prachtige... Uh, perfecte gezichtje, dan ja. weet ik gewoon, dit is niet hoe ik eruit zag. Ja? ja, dat is gewoon jammer. Dat is wel gek, hè? Inderdaad. Gek, hè? Dat je nou, alleen maar dat ik foto's van vroeger zou ik gewoon niet door willen sturen naar mensen, omdat ik er dan gewoon tien keer beter uitzie. Nou, we hadden dus die fotoshoot en toen, en dus inderdaad, daarna ging je naar die foto's kijken en toen dacht ik, ja, als we online kijken, als we ook kijken naar vlogs die we van uh, hmm. sommige mensen kijken, mensen zet tegenwoordig steeds sneller een filter op die camera. Ook nou, ik vind aan. dat ook eigenlijk helemaal niet leuk. En nou, Hoezo viel dat niet licht? Nou, als ik naar uh, mensen kijk die vloggen, er is, er is een nieuwe camera. Ja. Was er en. Die? die daar staat ik recorder, Kan het ook hoor. Oh. die kan het live ook. Ja, maar er was op een gegeven moment een nieuwe camera oh. en heel veel mensen. Uh, kochten die camera en er stond een automatisch stond die filter aan. Ik weet dat jij ook Oh, weer, die, die ZV, uh... ja dat is dat is die camera dan weer waar ik mee gefilmd word. Ja. Maar dan de 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 kleinere versie inderdaad. Ja, ja. daar kan je daar kan je een filter op aanzetten waardoor je dus jonger lijkt. Ja, maar, maar je die filter die stond eigenlijk staat eigenlijk automatisch aan als je die camera gewoon op ja. fabrieksinstellingen. Ja. Ja. En uh, ik weet niet, misschien hebben sommige mensen niet door hiermee filmen, maar er komt gewoon een hele pleur over je gezicht heen. En ik vind het dan op een gegeven moment gewoon niet leuk, want dan weet ik niet hoe iemand er echt uitziet. Nee, dat klopt. Je ik ziet... vind het jammer. Nee. Kijk, ik, ik zie dan, omdat ik ook veel met beeld gedaan heb, vroeger ook en nog steeds, zie ik heel snel als er iets overheen zit of als iemand wat bewerkt heeft. Mm. Ik heb natuurlijk zelf ook veel gedaan, dus uh, ik, ik spot het best wel snel. Yeah. Uh, maar er zijn mensen die naar die beelden kijken en die het gewoon echt niet zien. Nee, ik was laatst met mijn vader erover. Die had een foto van een vrouw uh, laten zien. waar hij uh, dan mee gesprek had gehad. Ik zeg maar, pa, er zit gewoon een filter op. En dan, en dan zegt hij: Ja, nou, uh, niet overal zit een filter op. Ik zeg ja, maar pa, ik zie dit gewoon. Weet je wel, als je met beeld je <laughs> nog bent, net geen zien... Snapchat-oortjes aan? of Nou, ah, bijna. Een grote tong die eruit de Ik denk dat heel veel mensen het niet herkennen. Nee. En, en ik moet zeggen: Het wordt ook zo goed. Dat het ook bijna niet herkenbaar is. Ik had net zal ik de thumbnail te maken voor deze video. Mm -hmm. En ik heb Face-App dus gedownload. Voor 7 euro betaald. En het is bizar wat je met je hoofd kan doen. Hele subtiele veranderingen, waardoor je wel jonger lijkt, waardoor even dingen net wat smoother zijn. Maar niet ja. heel ingrijpend. Je ziet het eigenlijk, ik had het denk ik niet gezien. 35 euro per jaar weet je alles. Het is echt bizar. Dan kan je gewoon. En, en als die, die, die tools steeds beter worden. en misschien op een gegeven moment wel geïntegreerd worden in, in camera's en zo. Ja, dan ga je zo'n vertekend beeld krijgen van hoe iemand er ouder, ouder of de ouder uitziet. Dus als je iemand dan in het echt ziet, dan denk je: Jeetje, wie is dit? dan ja. herken ik diegene niet eens meer terug? Nee, maar ik had het moment een van mijn zussen daarover. en die keek naar iemand, ik weet even niet zo goed meer wie. Uh, en uh, zij zei van, had het over dat ze had zo'n mooie huid en zo. En toen ging ik dus kijken en toen zag ik gewoon overduidelijk dat die filter aan stond van die camera. Oh ja, yeah, yeah. En ze had, het, ze had het echt niet gezien. Terwijl zij ook met fotografie en ja, zo bezig was. Ja, maar afgroepen. ze zag het niet. En toen zei ik tegen haar, maar je weet wel dat daar een filter aan staat toch? Dat waarschijnlijk niet is hoe haar huid er echt uitziet. Toen zei ze, nou, nou, dat weet ik niet hoor. Nee, volgens mij niet. En ja. ze was echt verbaasd. Dus ik denk, uh, kijk, natuurlijk maakt het niet uit dat je jezelf een klein beetje mooier neer wil zetten online. Begrijp ik ook, want dat doe ik zelf ook maar wel Maar dus misschien ik is het wel. voor de mensen die kijken, vooral als ze niet zien dat er een filter overheen zit, ook een beetje dat je, heem, dat je het beeld verliest van hoe iemand er in die leeftijdscategorie een beetje uit hoort te zien. Waardoor we steeds kritischer gaan worden naar ja. anderen en naar onszelf. En vooral. Kijk, en vrouwen zijn er bewust van hè, dat ze dat doen. Want uh, maar mannen over het algemeen zijn natuurlijk echt een beetje no-no's daarin. Want die zeggen bij een vrouw van ja, ik vind het mooi als ze naturel zijn, dan hebben ze vaak hebben vrouwen vaak nog make-up op. Alleen dan ziet de man dat gewoon niet. Nee, ja, ik ben inderdaad. daar ook schuldig aan. Mm -hmm. Maar een man zelf, ik denk dat wij het lastiger vinden om te spotten of er iets een filter is of niet, dan een vrouw al. Oh. Ja, maar er zijn ook wel mannen die filters gebruiken, toch? Nee, dat, dat snap ik. Maar je krijgt wel heel veel mannen die zeggen: van ja, je, je, ziet, het, je ziet er oud uit en dit en dat. Dat, dat, dat mannen dat ook tegenwoordig mm. beginnen te zeggen, is best wel zorgwekkend, denk ik ook. Er was ooit een aflevering van. Volgens mij was dat niet Zoutpark, maar was dat wel Zoutpark. Nou, dat die meidens, die zetten dan hele de foto's van zichzelf online. Ja, ja. Maar echt extreem. Dat ze dan een prachtige. Um, uh, Hourglass-figure. Uh, nog net geen uh, modellenfoto's. Yeah. En dat ze het echt zagen ze er totaal niet uit. Maar die jongens die zagen dat niet meer. Die hadden alleen maar die foto in hun hoofd. Yeah. Dus die gingen dan... <laughs> met hun vriendinnetjes spronken uh. van... Ik heb met haar een relatie. En dan liet ze het profiel zien. Maar daarna stond gewoon... Hoe iemand er dan echt uitzag. Dat was natuurlijk een hele overdreven... Manier. Maar er was getekend dan? Ja, dat is South Park. was van, van South Park. Ah, ik denk okay. het wel, ja. Ja, ja. Nou ja, ik... Ik, ik vond denk... die aflevering vroeger heel grappig. Omdat... Uh, dat inderdaad, soms gaat het wel zo, zo in je hoofd dat als je uh, iemand online profiel ziet en dan in de werkelijkheid dat je ervan uitgaat dat iemand er ook zo uitziet dat je het bijna niet meer ziet of zo. Ik heb wel eens mensen gezien die dan inderdaad veel, uh, alleen maar filters op hun uh, hoofd plaatsen op Instagram. En dan zie je ze op tv of zo of, uh, of in het echt en dan denk je echt van, huh? ik weet, huh? wacht even, ben jij diezelfde? <laughs> Ja. Uh, van X on the Beach heb je toch zo eentje? Die is plaatst zoveel uh, oh, ja. filters op de hoofd dat je niet meer oh, maar er, je een keer Dat was van, iets nieuws hè? Heb je wel eens he? deze gezien? Ik zeg van wie is dit? Toen zei je dat is van X on the Beach. Ik zeg huh. Ja, maar schat, dat was iets nieuws. Wat dan? Die meidens, er zijn dus heel veel meidens die ontdekt hadden dat je je eigen pasfoto kan photoshoppen en die kan inleveren. Nou, ja, 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 ja. Omdat ze zo gechoqueerd zijn met een, met een echte pasfoto, <coughs> omdat ze zo gewend zijn aan een <coughs> face gezicht, ja, 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 ja. dat ze dus die foto's. Gaan en een bepaald papiertje uitprinten, dat lijkt alsof het uit die automaat komt. Ja. En dan knippen ze het natuurlijk gewoon uit en dan leveren ze het in. En dan hebben ze gewoon een gefeestjourne foto op hun paspoort staan. Maar dat is toch bizar eigenlijk? Dat men dat überhaupt al bedenkt om dat zelf te doen, omdat ze zo gewend zijn geraakt aan die foto's. Ja, er zijn mensen die hun gefeestjourne foto meenemen naar de chirurg en die zeggen: Ik wil er zo uitzien. Ja, ik denk dat dat. Maar echt, heeft, dat, uh... heeft dat te maken met dat we zoveel meer bezig zijn met beeld de laatste jaren? Of de laatste. Twintig jaar denk ik of zo? Ik denk het wel, toch? Ik denk, ja, ik denk het haast wel. En omdat we elkaar ook allemaal zien. Dus we zien bij de ander zien we dan niet dat het misschien een filter is, of dat hmm. ze gewoon heavily make-up is, of dat, of dat hij heavily make-up of gefilterd is. En denken dus dat dat normaal is. En, en willen dat dan ook nastreven. Terwijl diegene waarschijnlijk ook gewoon filters gebruikt. Dus je houdt elkaar ook een soort van in, in een wurggreep... Om, om, uh, om altijd maar de beste. Versie van ja, ik denk dat, uh, dat we een beetje het besef verloren zijn dat uh, we nou eenmaal ouder worden en dat dat met van alles uh, komt, met ja. lijntjes, ja. met uh, haarverlies, uh, ja, met van alles eigenlijk. Maar hebben we dus ook echt net zoals wat we in het begin zeiden. Hebben we dus ook echt een verkeerd beeld van hoe een dertiger eruit ziet? Ik vind het zo wel, ja. Ik ja? vind het altijd chockerend als ik die reacties zie... dus op die uh, filmpjes want dit is hoe een dertigjarige eruit ziet... die niks aan zichzelf heeft laten doen dat mensen zo'n zo vrouw helemaal de grond in branden. Mm. als ze er echt onmogelijk uh, zo uit kan zien voor de leeftijd. Nee, zo heel slecht geleefd. Of, of dan had je al lang moeten beginnen met kremmetjes. Maar ja, ik denk dat wij misschien het idee hebben... dat een crème ons uh, verschrikkelijk jong kan houden. Mm. Terwijl dat in principe natuurlijk iets is wat het wellicht een beetje vertraagt. Mm. Uh, maar doordat er zoveel filters gebruikt worden... en in reclames ook, hebben we het idee dat we met cremetjes en dat soort dingen heel veel kunnen bereiken wat eigenlijk niet waar niet zo is nee nee Ik denk dat je als je begint met smeren op je twintigste en crème dat je dan dat je dan het proces zo vertraagt dat je eruit ziet alsof je nog steeds twintig bent op je dertigste nee nee ik ook niet nee dat is waar inderdaad ja. je huid huid wordt blijk, wordt nog steeds ouder ja ja ja, het is, het, het is zo jammer dat tegenwoordig het ook ook zo maakbaar lijkt te zijn. Dus dat hmm. je dus inderdaad door uh, wellicht een botox-spuitje hier of een filletje daar, dat het allemaal even lijkt ge te kunnen worden. Ja, maar, het wordt ook allemaal zo mooi verkocht, hè? Ja. Met lichaamse eigen stoffen, Baby eigen botox. vet, bla bla bla. Lipveertje, ja. Het is allemaal, ja. uh, het is allemaal uh, kan geen kwaad, los gewoon op vanzelf. Ja, daarover gesproken hebben we de laatste tijd heel veel video's zitten kijken dat dus inderdaad filler bijvoorbeeld lijkt uh, uh, migreren in je lichaam, waardoor dus net zoals zo'n Kylie Jenner die dan steeds meer naar achter en steeds ouder ook begint uit te zien, omdat het mm -hmm. gewoon uh, ze op plekken uh, meer voller lijkt, waar je eigenlijk op een jonge leeftijd dat nog niet hebt bijvoorbeeld. Nou, de hele cosmetische wereld heeft jarenlang gezegd dat fillers gewoon verdwijnen. Dat je na, als je lipvillers hebt, dat je na zes maanden gewoon weer terug beaf bent. Hmm. Ja, misschien dat het wat opgerekt lijkt, omdat je er wat in gehad hebt. Maar dat verdwijnt. Maar ja, nu zijn ze erachter gekomen van scans van mensen die zes jaar het niet hebben gedaan... dat het nog steeds aanwezig is. Ja, ja. Uh, waardoor, ja, tuurlijk ga je vertellen dat het oplost. Je gaat ja, niet vertellen als... dat het eeuwig in, het, in je, in je nee, lichaam blijft zitten... en dat het me. op andere plekken komt te zitten. Ja, ja uh, kijk, uh, het wordt voorgeschoten alsof het een heel klein iets is... En ik ben daar vroeger ook wel eens in getrapt. Yeah. Nou ja, ik heb dus mijn hele leven, omdat ik gewoon extra vermoeid ben als autist, yeah. heb ik veel uh, Wallen. Yeah. En is dat als autist, maar dat hebben mensen toch ook gewoon. Ook genetisch, genetisch, maar ik ben gewoon altijd, bijna altijd vermoeid en yeah. dat zie je ook aan mijn gezicht. En dan vroeger had ik daar heel veel moeite mee. En um, toen, dan is er zoiets simpel als een traangootje opvullen. Volgens Klinkt mij. Wel, best wel vies eigenlijk. Zoiets dergelijks, en volgens mij. Opvullen. En uh, dat wilde ik dus gaan doen, want ik dacht van, nou ja, als dat ervoor zorgt dat ik er gewoon uitgerust uitzie mm -hmm. altijd, dan. Uh, dan ga waarom, ik, niet? Ja. waarom niet? Waarom ja. niet? En uh, uh, het zal wel niet zo ingrijpend zijn. Maar toen kwam ik daar en toen werd er uitgelegd aan mij, ja, het was een heel gedoe, die arts was te laat. En oh. ja, ik zat er heel lang te wachten. En ik volgens mij wilde hij gewoon heel snel van me af en toen zei hij van, ja, dat het met mijn ogen niet mogelijk zou zijn omdat ik uh, puffiness heb van. Uh, ja, het is wel je redding geweest. Heb je het niet gedaan? Ik had puffiness van. Uh, ja, In de ochtend was het erger dan in de middag. Bla ik denk gewoon een, uh, een praatje omdat hij er even geen tijd meer voor had om het erin te knallen. Was chirurg die niet, geen geld wilde? Ja, doen. hij was te laat. Ik weet het niet uh. wat er allemaal was. Maar ik had er sterk het gevoel dat ik afgescheept werd. Dat ik maar foundation moest gaan dragen. Ja. Nou, toen heb ik wel voor het eerst concealer gekocht in mijn leven. En toen werkte dat wel een beetje? Ja, dat is eigenlijk gewoon prima. Ja. Een beetje concealer, je ziet er al iets uitgerust uit. Maar, maar stel, hè, je krijgt dadelijk wat meer rimpels en zo. Uh, ga ah, nou, daar... Maar ik was nog niet oh, klaar. Ja, ja, ja. Dus uh, ik ben daar weggegaan en ik heb dat, uh, ik heb daar ook nooit meer echt, uh, ik ben er nooit meer bij een ander gaan kijken. Dus ik denk, nou, het zal wel wij gewoon een concealer gaan dragen en zo, uh, voor we ging die onzekerheid uh, werd een beetje minder. Maar eigenlijk ben ik nu al heel blij dat ik dat allemaal niet gedaan heb. Zou je het ook nooit meer willen? Ik denk dat ik dan elke, uh, elke half jaar terug had moeten komen. En ja, wie dat... weet dat ik nou wel zulke plakaten hier gezeten. Ja, dat zou ja. kunnen. Maar zou je, zou, je, zou je het ook echt niet meer willen? Dus... Uh, nee, omdat dat dus verplaatst. Vooral daarom nu. Ja, en uh, ik kijk het is niet bij iedereen zo, hè, maar ja. Nee, maar dat is altijd. Dat is zo, maar ergens, naarmate ik steeds ouder word, krijg ik ook steeds meer afkeer tegen al die ingrepen. Ja, hoezo dan? Ik, word er, ik, ik raak er een beetje vermoeid mee dat wij als mensen steeds, uh, steeds meer willen, steeds jonger willen lijken. Maar dat, het, dat, dat we lijken een beetje door aan het draven erin. Een beetje doorslaan. Door te slaan, inderdaad. Ja. We lijken wel uh, totaal de realiteit verloren... wat er allemaal wel niet mogelijk is tegenwoordig. En wat allemaal geen kwaad kan. Ja, ik geloof er gewoon eerlijk gezegd niet in. Nee, nee want je wordt niet voor niks oud. Het lichaam is van de natuur. Natuurlijk wordt het op een gegeven moment gewoon oud... omdat het gewoon oud wordt. Ja. En als wordt. ik naar, naar andere vrouwen kijk... die dan bijvoorbeeld tien jaar ouder zijn dan ik... en ik zie daar bepaalde lijnen in... dan vind ik het eigenlijk altijd wel mooi. Ja, ja. Dus waarom ben ik dan zo kritisch op mezelf? Omdat de mensen altijd kritisch is op zichzelf. Want ik zie het niet bij jou. Dat, je, dat jij dan naar die foto kijkt en denkt van... Nou ja, goed, ja. ja. Ik zie het niet, maar oké. Okay. En, en waarschijnlijk zie ik dingen bij mezelf die jij denkt van... Ja, die zie ik ook niet. Nee. Of zie je wel... Maar een, ik zie eigenlijk alles wel wat je benoemt. Nee, je. Nou, oké. Okay. Ja, leuk om te weten. Nee, oh, like. grapje, schat. Nee. nee maar ik denk goed. dat wij als mensen gewoon heel bang zijn voor veranderingen. Dat bij onszelf gewoon heel erg opvalt. Ja, maar ik denk... Dat sowieso. Maar ik denk ook wel echt omdat we online zoveel, en, uh, zoveel mensen zien die dus filters gebruiken. En dat we misschien als maatschappij wat beter opgevoed daarin zouden kunnen worden. Dat we mm. weten. oké, okay, we weten het natuurlijk ergens wel. Maar heel veel mensen weten, ik denk niet dat het zelfs tegenwoordig in camera's ook zit. Dus dat ze niet eens meer moeite nee. hoeven te doen. Dat gewoon de camera aan en klaar. En dat wordt allemaal zo toegankelijk gemaakt. Het is zo toegankelijk. En dan denk ik ja, het is toch helemaal niet nodig. Want we zijn nou eenmaal. Je wordt nou helemaal ouder. Wees je ja. blij mee. Kijk, ik ben altijd blij. Uh, ik zit nu na te denken. Over 16 jaar ben ik even als dus dan mijn moeder was toen ze overleed. Nou, ik hoop dat ik daarna nog doorleef en dat ik dat ik, dat ik, dat ik ouder word in mijn gezicht. En ja. dat ik, uh, nou moet ik wel zeggen, als ik mijn vader zie, dan denk ik van, nou ja, als ik diegene van hem mag erven, dan graag. Ja. Want die is op die vader 65, uit, denk ik echt van, jij bent 65. Ik ja. zie het nog steeds... Ja, dat, maar ziet ja, dat kan er. ook gewoon. Je vader heeft toch ook geen kremmetjes gesmeerd Nooit. en botox gespoten. Nope. Nee, dus ja, het is ook uh, vaak ook genetisch natuurlijk. Ja. Maar wat vind jij daarvan? Dat, Mijn um... moeder was er trouwens ook altijd mee bezig, hoor. Met lijntjes en zo. Ja, zat er, ja. ja dus op, gaat, in de veertigste zat uh... ze al zo naar een spiegel en dan zat ze: Oh, wat voor die lachrimpels. Uh. Maar, maar, ze nooit wat aan, zo, maar ze zouden nooit dat aan hebben gedaan, hoor. Oké. Okay. Dat niet. Maar ze vonden het wel lastig. Maar wat vind jij van uh, dat op social media steeds vaker bij, bij foto's wordt gezet dat er een filter gebruikt is? Ik vind het denk ik wel goed dat je dat. Je, dat het zou denk ik een. Uh, het zou denk ik goed kunnen helpen voor mensen om het te zien dat er een filter gebruikt is. Ja. Ik denk dat dat wel al een oplossing is dat men ziet van. Oh, wacht, ze heeft een filter gebruikt. Of hij heeft een filter gebruikt. Dit is niet normaal. Dit is niet natuurlijk. Het is met AI gedaan. Of het is met een, een app gedaan. Of hmm. het is uh, gewoon automatisch in de camera aangegaan. Ik vind zelfs op YouTube zou het wel mooi zijn als ze gewoon even in beeld zit. Uh, ...deze video is uh, sterk bewerkt of zo. Ja. Weet ik veel wat. Aan, aan gezichten gesleuteld of... Maar er... <coughs> als het digitaal uh, is toch? Ik eens. heb gisteren heb ik een stopcontact weggeshopt. Mm -hmm. En nu staat er bij alle foto's gemaakt met AI. Ja. Dat is dan, dan wel weer balen, toch? Ja, maar ik vind dat, dat uh, vanuit mensen zelf... ...het zou moeten gedaan worden. Dus als, als een vrouw of een man denkt van ik ga... Nu uh, mijn, uh, mijn, uh, mijn huidje wat gladder trekken, dat je dat gewoon letterlijk in de, in de, in de caption gewoon bijzet. Deze, video, deze foto heb ik wel bewerkt. Ja, ja, dat zou logischer zijn. Kijk, ik weet dat mensen dat niet gaan doen. Dat is een utopie dat dat gebeurt. Maar dat hmm. zou wel logischer zijn, waardoor een ander iemand denkt van oh, wacht, het is gefotoshopt. Hmm. Dit is gewoon een beeld wat ze, hoe ze willen dat ze eruit zien. Misschien. Uh, maar dit is niet de realiteit. Nee. Nee, ik denk zolang wij leven tot het al gebeurt. Ja. Uh, ook, ook voor de voor van ja, ja, ja. social media: uh, dat ik altijd uh, celebrities in magazines zag en dacht: van, Oh, wanneer gaat mijn huid zo strak uit? Maar je had toch die Radiation Girls ook? Die, ra die uh, radiatiestoffen in... in ja, dat was stokken. in die crèmes en zo. En, ja. en er waren ook uh, vrouwen die werkten in een bepaalde fabrieken... die likten ook die kwastjes af. Ja. En die kregen allemaal de ergste dingen daarvan. Ja, maar dat het is heel iets anders. Is dat, had dat niet met de schoonheid te maken? Ja, dat zal vast wel met een schoonheidsproduct te maken hebben. Maar vroeger wisten ze nog niet heel uit. vaak wat ze overal instopten... Dat dat, Heel giftig was. Ik mm, okay, nee, denk dat, dat, dat we tegenwoordig het iets gebeurt. beter weten dat we geen... Uh... Ja, maar toch denk ik wel van ja, al die creme op je gezicht smeren. Ja, ik vraag me toch wel wat allemaal, allemaal. Hè, want er zullen leus van creme ja, zijn die prima zijn. Ja, je hebt zijn, ook maar... wel wat natuurlijkere dingen. Ja, um, ja ik denk uh, alles met mate, toch? Ook dat smeren. Nou, ik hoop gewoon vooral dat uh, ik over tien jaar bijvoorbeeld terugkijk... en denk niet denk van, ah, toen zag ik er weer jonger uit als nu... En dat ik dat moeilijk vind, maar ik zou fijn, fijner dat ik nog steeds hetzelfde gevoel heb wat ik altijd al een beetje heb gehad van ik ben blij dat ik ouder word. Als je dat gevoel heel sterk hebt, als je terugkijkt op beelden van vroeger van oh, had ik toen maar. Dat je het op dit moment beseft van nu ga ik gewoon echt wat van mijn leven maken. Ik ga mm. genieten van mijn uiterlijk. Mm. Uh, ik ga blij zijn met wie ik ben. Dat je ook wat meer in het moment bewust bent dat... Uh, dat je, je er gewoon mag zijn. Wie dat je bent. er mag zijn. Ja. In plaats van dat je terugkijkt naar tien jaar terug en van, ha, oh, had ik toen maar geweten ja. dat ik er mocht zijn. Ja. ja, Als tiener zijn we allemaal onzeker. Dus tien dat jaar is sowieso... geleden was je geen tiener meer, meid? Nee, nou ja, ik vind van wel. Ah. 21. Ik was 24. Ben ik Net vers van de pers. Vers van de pers? Mm -hmm. ja. Als ik nu terugkijk naar 21, denk ik van ja, tuurlijk. Ik zag er een stuk jonger uit. Ja. Uh, en toen, uh, ja. Ik zou niet zeggen dat ik per se onzekerder was dan nu. Nee? Nee. Ik weet het eigenlijk niet. Huh. Niet? Misschien ja, Je moest jezelf het photoshoppen. Oh, tuurlijk ja. Dan vergeet je toch dat even, hè? Dat doe je nu veel minder. Vindt. Natuurlijk doe je wel eens een pu puisje weg. Ja, maar nee, gisteren hadden wij foto's gemaakt. en dat, dat was het meest onogelijke licht ooit op mijn gezicht. Het werd alles uitvergroot. Hm. Toen zag ik... Mijn neus die ik niet mooi vind. Zag ik die Wallen waar ik onzeker over ben. Uh, en dan weet ik dat is een momentopname. En ik weet dat ik er in de meeste gevallen gewoon niet zo extreem. Uitziet. Zie je, Dat is 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 nog je jezelf maar wijs is maakt is dan. Het is nog steeds onzeker. Nee, maar je blijft onzeker op bepaalde ja, ja. punten. En als die sterk uitgelicht worden op foto's... dan schrikken mensen heel erg van zichzelf. En dan gaan ze twijfelen, waardoor er al die filters... opgegooid worden. Maar ik denk... gooi gewoon die foto's weg of bewaar ze... voor als je tien jaar later terugkijkt. Ik denk van, oh, het was op ons wel erg niet. Ja. Maar uh, laat zo'n één foto... niet bepalen hoe jij de rest van de tijd over jezelf denkt. Nee, en sla ook de foto's op die niet gefilterd zijn. Ik denk ja, dat dat ook ik wel verstandig laat, is. Ik bewaar nu zoveel foto's waarvan ik denk van... ja, ik zou het nooit online plaatsen... maar ik weet dat het een momentopname was... van ergens waar ik me gelukkig voelde of fijn voelde. Hmm. Dan bewaar ik dat gewoon. En je hoeft niet allemaal perfecte foto's van jezelf... in, in, in je, hoe noem je dat? In je album, je, je te, album hebben. te hebben, ja. Uh, Vroeger was het al ook niet. Toen was het gewoon een fotoklik en uh, dan, dan was het ontwikkeld. En dan dacht je van ja, ik sta er niet heel goed op. Maar toen ja. was het nog niet allemaal zo scherp, dus dan zag je het misschien ook niet Weet zo Weet je wat duidelijk. ik deed? Ja. Ik, pakte, ik maakte foto's, ja. ik pakte er van de 100, pakte ik er twee, die photoshopte ik. Ik heb het over echt analoge foto's. Ja, oké. Okay. Okay, ja. Die photoshopte ik ja. en uh, die sloeg ik op en de rest gooide ik weg. Maar ook de... Dus alles wat ik heb zijn hooguit twee foto's van een moment waarin ik vond dat ik er goed uitzag. En die had je ook nog eens en die ook nog eens gefotoshopt. Dus als ik nu helemaal naar boven scroll in mijn dingen, in mijn album, dan uh, heb ik af en toe sporadisch heb ik een paar modellenfoto's staan. Hoe deden jullie dat vroeger? Oh, en hoe doe je dat nu? Praat er vooral over mee. Dan gaan wij door met de snack van de week. En de snack van de week is geen snack wat je kan eten de snack van de week is ons mooie kleurboek. <laughs> Zo verrassend schat. Ja. Ja. Ze zaten allemaal te wachten op de nieuwste snack en nu krijgen ze weer een kleurboek. Ja, helaas. Ja, ja, ja. En we hebben een trui ook die ook echt super tof is. Maar de kleurboek die komt als het goed is aan het einde van de maand. We, het leuke daarvan is, dat wilde ik even in deze podcast vertellen: is dat er ook QR-codes in zitten en dat er een speciale vlog in zit. We hebben een teken met ons, of een kleur met ons uh, filmpje zit erbij, twee zelfs volgens mij. Mm -hmm. uh, we hebben playlists erin staan. We hebben nog wat andere leuke een podcast, filmpjes, een podcast, ook. zelfs een, een extra exclusieve podcast die vlog is trouwens ook een exclusieve vlog alleen die als je het boek koopt en gezellig gaat inkleuren dus ja en het is heel ontspannend want je denkt misschien inkleuren wordt een waste of time ja maar, maar geloof me niet. die gedachten gaan op nul het is dus nou, echt heerlijk ontspannen. Weet je wat het is? We, we willen allemaal producten voor onze webshop maken... die te maken hebben met mensen te kunnen laten ontspannen... Mm. of mensen open te kunnen laten zijn over hun mentale gezondheid... op een leuke en positieve manier. En we dachten van, nou ja, dit past er wel bij. En dit is ook al een, een, ja, een droom van mij al jaren... om een kleurboek te maken met mijn tekeningen. Dus mocht je dit luisteren... het zijn dus allemaal ja, poppetjes eigenlijk... die je kan inkleuren, <laughs> monstertjes. Het zijn allemaal tekeningen die ik de afgelopen twee jaar heb gemaakt... En uh, ja, hij komt er binnenkort aan. Dus dat. Heel leuk. Wil ik even ja? laten weten. Ik vond het wel een leuke snack van de week. Ik ook. Ja. Heb, we je het ook nog, heb je ook nog een snack die je misschien wel uh, kan eten? Um, een snack die ik wel kan eten? Nee, niks. Nee. Ik uh, ga altijd terug naar de, de classic. Ja, de, 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 um, wat is een classic dan? Waar je nou, de laatste in? tijd weer helemaal geobsedeerd met. Uh, Cola. Een Ah, oh, Een croissant, hè? En die snijdt dan open. Ja. En dan doet de kaas in en dan gaat hij even de oven in. Maar dat is, toch, dat is toch ook gewoon een snack? Het dat is gewoon een classic. Neppen. Gewoon ja, een classic een, snack. Ja, maar het hoeft toch niet nieuw te zijn? Ja, maar ja er zit niet een of andere Cookie Doe, uh, caramel, sea salt, uh, pistache smaak aan. Ja. Nee, dat is het waar. is nou helemaal niet het nieuwste van het nieuwste, dat maar is het is gewoon geweldig. Dat is waar. Ja, ja ik heb geen snack van de week. Ik nee, ik jou zei je al, gaan. je hebt je boek laten zien. Ik heb mijn boek laten zien. ja. ja. ja en daar ben ik gewoon trots op. Ja. Nou, heel fijn. Ja. Nou, bedankt voor het kijken en uh, praat vooral mee over dit onderwerp. Het is een belangrijk onderwerp. En dan zien we jullie volgende week. Weer bij je vlog.